Hartelijk welkom bij Rotterdam Centraal. Veiligheid is uiteraard een belangrijk thema op een openbaar vervoersknooppunt. En al helemaal als er in en rondom een station druk wordt gebouwd. En dus is er een veiligheidscoördinator aangesteld die op Rotterdam Centraal een en ander in goede banen leidt. Als je denkt aan veiligheid op het station, moet je denken aan verschillende vormen van veiligheid. Je hebt natuurlijk veiligheid op de bouwplaats, dat de aannemer veilig werkt. Daar is de aannemer zelf verantwoordelijk voor. Je hebt natuurlijk veiligheid in de bouwconstructie. Daar hebben we een afdeling bouwtoezicht voor. Maar je hebt ook veiligheid van de mensen die op en langs het werk lopen. En dat noemen we dan de openbare veiligheid. Nou, en dat moet allemaal met elkaar in evenwicht zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn werk ook hier. Zorgen dat al die partijen, politie, brandweer, ambulancevervoer, bouwtoezicht en de aannemers op één lijn zitten als het gaat over veiligheid. Ik sta hier nu boven de nieuwe reizigerspassage en in de reizigerspassage en in de hal en op de perrons zijn allemaal camera's aangebracht. Camera's die door cameratoezicht worden bekeken. En via dat cameratoezicht wordt Rotterdam Centraal 24 uur per dag, 7 dagen per week in de gaten gehouden. Op Rotterdam Centraal Station hebben wij 26 camera's aan de voorzijde die hier dagelijks uitgekeken worden, 6 aan de achterzijde. Verder hebben we ProRail heeft zijn eigen camera's binnen het Centraal Stationgebouw, binnen het NS-deel van het station. En de RT heeft natuurlijk nog een groot aantal camera's rondom zijn eigen vervoersknooppunten binnen het Centraal Station. Zij kijken zelf hun camera's uit, hebben een eigen uitkijkruimte. En op het moment dat zij politie nodig hebben of stadsdienst nodig hebben, kunnen zij de beelden naar ons toe doorzetten. En wij zorgen er vervolgens voor dat de beelden bij de meldkamer van de politie terechtkomen. Die zorgt voor opvolging van de incidenten. Op het moment dat de operators iets waarnemen wat een incident, een strafbaar feit of iets wat kan leiden tot een strafbaar feit of een incident, zetten wij die beelden door naar de meldkamer van de politie of naar een wachtcommandant of naar de dienst stadstoezicht. En die kunnen vervolgens zorgen dat er ter plaatse mensen ingezet worden die iets aan dat incident kunnen doen of kunnen voorkomen dat er een incident plaatsvindt. Veiligheid op het station is belangrijk, maar ook rondom het station worden veiligheidsmaatregelen toegepast. We staan hier nu op een punt voor aan het Wena. Hier moet een veilige kruising gemaakt worden tussen autoverkeer en fietsverkeer. De auto's die komen dadelijk daar vandaan en de fietsers ook. We moeten die kant uit, terwijl de kruising plaatsvindt met de fietsers uit de Provenierstunnel in de toekomst en ook de voetgangers vanuit het station. Dus dat is een druk knooppunt waar een veilige kruising van gemaakt moet worden. Dat vraagt een speciaal ontwerp en daar zijn we mee bezig. Ze hebben hier altijd gezegd, de winkel moet open blijven. En dat is ook altijd gebeurd. De treinen hebben altijd kunnen rijden. Het zijn ruim 100.000 reizigers die hier per dag heen en weer gaan. Ja, en dat maakt het qua logistiek en qua bouwvolgorde en fasering best ingewikkeld soms. Vorig jaar is gestart met de bouw van de Luchtsingel, een houten voetgangersbrug in het stationsgebied die Rotterdam Centraal verbindt met de Hofbogen in Rotterdam-Noord. Inmiddels is het eerste deel van de brug klaar. Begin zomer gaan we beginnen met de bouw. Eigenlijk over de Hofplein 19 achterlangs en dan langs Kouwenburg. En dan in eind november, begin december gaan we het spoor over en landen we aan op de Hofbogen. In diezelfde bouwflow ontwikkelen we ook het hele park Pompenburg. Hier komt een hele lichtweide waarin het hoogteverschil wat nu aanwezig is weggewerkt worden. Hier komen twee agrarische velden waar groenten ingekweekt worden. Hierachter zit het clubhuis van Stichting de Vredestuin, die eigenlijk het hele beheer voor het Pompenburg Park gaan verzorgen. En hier komt de sportschool die dit gebied ook gaat gebruiken voor buitentraining. Dus vandaar ook eigenlijk een sportveld met een 100 meterbaan en een aantal objecten waarin buitenworkout gehouden kunnen worden. En hier nog een zithoek voor de buurt. Weather is in style.
Naast het bedenken en ontwikkelen van de luchtsingel kijkt architectenbureau ZUS naar de tijdelijke ontwikkeling van het hele stationsgebied. En hiervoor wordt ook over de stadsgrenzen gekeken. Want vanavond wordt een bijzonder initiatief gelanceerd, de Amsterdamse ambassade. De Amsterdamse ambassade is een online platform waar ideeën en de Rotterdamse ambassade is ook een online platform waar ideeën gepost kunnen worden over hoe je stadsontwikkeling zou kunnen doen, maar ook waar mensen kunnen komen met voorstellen over debatten, presentaties en lezingen. Als je wil vernieuwen, en dat willen we willen graag vooruit, dan hebben we ook wat van elkaar te leren. Het is toch een beetje 010 versus 020, terwijl we toch ook heel veel hebben wat elkaar al lang met elkaar verbonden is. Als ik kijk naar de architectuurwereld bijvoorbeeld, niet voor niets dat dit natuurlijk gestart is vanuit architecten. Die hebben al lang een wereldwijde concurrentie en dan moet je gewoon Nederland presenteren en dat doen ze natuurlijk ook al lang. De lancering van deze ambassade vindt deels plaats op een bijzondere locatie in het stationsgebied, de voormalige Shell-toren aan het Hofplein. Sinds de verhuizing van Shell naar het Weena staat dit gebouw te wachten op een nieuwe bestemming. In de tussentijd probeert architectenbureau ZUS een creatieve invulling te geven aan deze leegstand. En alle samenwerkingen die uit voortkomen of niet. We hebben met de eigenaar van dat gebouw een overeenkomst gemaakt waarin wij eigenlijk een sleutel hebben gekregen om het gebouw te gaan programmeren met cultureel programma. Dus we gaan de debatten houden, lezingen, tentoonstellingen. De dag van architectuur, 24 architectuur, zal er gehouden worden. Het gaat puur om programmering. We gaan de ruimte niet vuren zoals in het Schieblok gebeurt. Daar is ook volgens ons niet de vraag naar, want er staan niet voor niks over kantoren leeg. Maar we willen juist gaan kijken op wat voor andere manieren kan je gebouwen ook gebruiken.